Welkom bij Rijnmond Nieuws. Dit is een overzicht van het belangrijkste nieuws van dit moment. Ik heb uiteindelijk aan de reling van de boot mijn eigen vast kunnen houden. En toen heb ik daarna het kind eruit gevist, eruit getrokken. En daarna heb ik de man die erin lag er ook uitgetrokken. Goedemiddag, we zijn lekker aan het vissen. Kijk, we komen even langs zij. We doen even een algemene controle. Als je ziet hoe wij de penalties nemen, zo vast, zo zeker. Dus dat, ja, als er iets positiefs is uit deze wedstrijd, is dat we penalties kunnen nemen. En ook een keeper hebben die ze kan stoppen. Bij de Willemskade in Rotterdam zijn zaterdagmiddag 3 mensen in het water gevallen. Het ongeval gebeurde bij de waterbushalte toen passagiers uit de waterbus stapten. We wilden de boot afstappen en tijdens het afstappen merkte ik dat er mensen om het water vielen. Via de loopbrug vielen de mensen water in en er raakte paniek. Ja, iemand zei de plank verschuift. Ik kijk achter me. Ik stap net zeg maar op de kade. Ik kijk achter me. Ik zie zo die plaat naar beneden te zakken met die mensen erop. Echt doodeng. 3 passagiers vielen van de plank af in het water. Een oudere vrouw, een man en een jongetje van ongeveer 6 jaar. Het waren toeristen die samen op vakantie waren in Rotterdam. Ik heb uiteindelijk aan de reling van de boot mijn eigen vast kunnen houden. En toen heb ik daarna het kind eruit gevist, eruit getrokken. En daarna heb ik de man die erin lag er ook uitgetrokken. En is een bemanningslid, de steward van de boot, is in het water gesprongen om de oudere vrouw. In ieder geval bijstand te geven, want anders had ze er ook niet meer geweest. Uiteindelijk werd met hulp van de politie en de brandweer ook de vrouw uit het water gehaald. Ze is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerster van Arriva was er sprake van menselijk handelen. Dit weekend heeft Rotterdam verschillende festivals, waaronder hier achter mij Duizel in het Park. Duizenden bezoekers die de grond vertrappen. Niet heel erg goed voor het regenwater, maar er is wat op gevonden. Deze wormen moeten er namelijk voor zorgen dat de grond weer losgemaakt wordt. Het regenwater blijft anders in plassen staan. De luchtgangen die de wormen maken is dus eigenlijk een natuurlijk irrigatiesysteem. Als het nu heel hard regent, dan zie je eigenlijk het hele park onder water staan. En dat komt eigenlijk omdat de aarde heel erg slecht doorwatert. En dat kunnen de regenwormen heel goed weer oplossen. Kom je op het idee? We zijn eigenlijk al een beetje een jaar lang of zo in gesprek met Duizel, het festival waar we staan. Omdat zij hier ook problemen mee hebben gehad. Dus ze hebben in het verleden ook wel eens jaren gehad waarin het heel hard regende en dat het hele terrein blank stond. Dus daar zijn we eigenlijk gaan kijken wat kunnen we eraan doen. De wormen, ook wel de gangmakers genoemd, worden eerst buiten het festivalterrein uitgezet om te voorkomen dat ze worden geplet. Wormen worden wel vaker ingezet voor een betere afwatering, maar bij een festival is dat niet eerder gebeurd. Ik ben er nog niet tegengekomen dat ze het in deze hoeveelheden bij een festival doen. Maar wij dachten ook dat het een goede manier was om met veel mensen hierover in gesprek te komen. En veel mensen bewust te maken eigenlijk ook van het probleem van steeds heftiger buien. En ook de oplossingen die er zijn. Hey! Gangmakers! Gangmakers! Mooi, de Hollandse Biesbos. Een prachtige plek om te recreëren, om op het water te varen. Maar er gelden wel een paar regels. En er wordt op de handhavingsdag goed op gelet. Met name op het hard varen over het water. Zeg het maar voor jou. Varen? Ja, dat is mooi. Hebben jullie het wel rustig? Ja. Ik hou het wel in de gaten, want mag het hier niet, hè? Vanwege de natuur, maar ook vanwege de mensen die hier gewoon aan het recreëren zijn. De economie trekt aan, mensen hebben wat meer te besteden, kopen allemaal mooie bootjes, snellere boten. Dat zien wij terug op het water. Helaas heel veel onervaren schippers. Daardoor nemen de klachten toe en moet dus ook de controle toe gaan nemen om voor iedereen het plezierig te houden in het gebied. Goedemiddag, we zijn lekker aan het vissen. Kijk, we komen even langs zij. We doen even een algemene controle. De vispassen van deze vissers zijn dik in orde. Maar de controleurs van Sportvisserij Zuidwest-Nederland hebben nog een paar andere punten. Het haas was ermee vissen. De mate van de vis die ze gevangen hebben. Tot nu toe is alles in orde en we hebben tot nu toe 12 vissers gecontroleerd.
Dat zoveel verschillende instanties gezamenlijk handhaven, verhoogt de effectiviteit. En het is leerzaam. Doordat je kennis met elkaar uitwisselt, de een heeft wat meer verstand van visserij, van de nautische dingen, onder andere zoals vaarbewijzen, de alcoholwetgeving op het water. Zo kun je met elkaar samen allemaal dingen doen, waardoor je handhavingsvlak breder wordt. In Hoogvliet is in de nacht van zaterdag op zondag het voormalige gebouw van de Turkse vrouwenvereniging in de as gelegd. Het pand aan de Traviataweg stond al een tijdje leeg. Het vuur brak kort na 2 uur uit. De vlammen sloegen aan de achterkant van het gebouw naar buiten. Vanwege het bluswerk moest de stroom in een deel van de omgeving worden afgesloten. Er was nog geen nieuwe bestemming gevonden voor het gebouw. Sexy cool. Volgens mij ben jij het alle drie. I think you're right. Hello. Why this outfit? Well, do you know bachelor parties? Internet. 10.000 man hier achter mij in het Zuiderpark bij Ahoy, Rotterdam. Crazy, sexy, cool. Jongens van de broederliefde, ja, even bij jullie vragen. Wie van jullie is crazy, sexy of cool? Ik denk we allemaal. En wie is de sexy? Ik. Ik ben de sexyste van de groep. Hey, hoe is het nou om in eigen huis op te treden? Want jullie reizen inmiddels heel Europa door. En dan is het toch Rotterdam dat jullie zo hartelijk ontvangt, hè? Ja, ik bedoel voor je eigen publiek, voor je eigen mensen optreden is natuurlijk het leukste. En je ziet gewoon allemaal bekende mensen in het publiek. Dus, en ze kennen het echt allemaal, onze show ook heel erg goed. En hoe ze erop losgaan. Ja, dit zijn de leukere shows in je carrière. Een tijdje geleden spraken we jullie en toen zei je, ons grote droom is nog in het kasteel, in het Sparta Stadion, je komt uit Spangen natuurlijk, om daar op te treden. Ja, dat is inmiddels gebeurd. Wat is de volgende missie? Voor de tweede keer doen. Feyenoord heeft hier in de Kuip gisteravond voor de 3e keer in de clubhistorie de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het gebeurde in 1991, 1999 en dit jaar kan dus worden bijgeschreven op het palmares van Feyenoord. Dat het allemaal niet van harte ging tegen Vitesse, ondanks een uitstekende start van de wedstrijd door Feyenoord begon heel goed, kwam ik op 1-0. Maar daarna zakte het ver weg en uiteindelijk na een penalty moment waarbij de videoref nodig was, werd het 1-1. Na 90 minuten gelijk penalties. Het verdiende allemaal niet de schoonheidsprijs, maar elke hoofdprijs is er 1 in de Kuip, want zo vaak wordt deze prijs en überhaupt een prijs wordt niet gepakt natuurlijk. Aan het eind van de avond was één man de grote held. Dat heb je met strafschoppenseries. De doelman van Feyenoord, Brad Jones. 2 prachtige reddingen, vooral die tweede, zorgen ervoor dat hij de man of the match is. I think everybody likes to build it up. Yeah, for me it was more important, like I said, just to get the win. And I was more disappointed that I didn't save the one in normal time, because it could have saved that whole situation. But yeah, it's the ups and downs of a goal in football, I guess. Ja, nou, hij doet het fantastisch natuurlijk. Ik bedoel, die penalties van Vitesse waren natuurlijk goed genomen, maar ja, Brett zat steeds in de juiste hoek. En dat weet je met zijn lichaam, met zijn reach, dan heeft hij de potentie om die penalties te stoppen. En ja, als je ziet hoe wij de penalties nemen, zo vast, zo zeker, dus dat, ja. Als er iets positiefs is uit deze wedstrijd, is dat we penalties kunnen nemen en ook een keeper hebben die ze kan stoppen. Dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze online kanalen en op Radio Rijnmond. Want Rijnmond is erbij. Wat anders kunnen aflopen met erge gevolgen.